vertrek van een korte linker Pyreneeënrit uit een plaats genoemd naar een heilige, de evangelist Gerontius. Saint-Girons, klassieke toerplaats. Hier gaf in 1929 de gele truidrager Victor Fontan op. Heel bijzonder, er was voor het eerst een radioverslaggever bij. Die pijlnet gaf de richting naar links aan vanuit het vertrek daar bij de Place Jean Jaurès uit de boulevard Frédéric Arnault. Meer in het blog.